Een pareltje in festivalland. Hier in een heel klein dorpje, als je het al zo mag noemen, het Stift in Twente, komen elk jaar echt topmuzici van over de hele wereld. Allemaal vrienden van de organisator, artistiek leider van het festival, Daniel Rowland. Eerste violist van het Brodsky Kwartet. En zij zijn er ook dit jaar. En er wordt druk gerepeteerd achter het kerkje. Ik ga even kijken. Playing on a festival like this, it's more than just making music together, huh? It really is. Yeah, late night chamber music after a few glasses of wine is something that definitely happens. Kijk nou hoe mooi. Hier is zometeen een concert. Stift at the Movies, dus mooie filmmuziek. Ben benieuwd. Zo, nou, dat is echt geweldig, dit concert. Ik ga even wat mensen vragen wat zij ervan vinden. Ik vond de emotie die erin zat van de muzikanten ook wel heel erg mooi. En deze topmuzici, die je toch anders Brodsky in Twente? Ik vond het vooral interessant dat je maar weer merkt dat muziek verbindt. En dat je geen gesproken taal nodig hebt. Iemand zei tegen mij, het zijn vrienden en wij zijn ook op het feestje uitgenodigd. Nou ja, zo voelt het echt. En het was voor mij een soort verborgen schat. Maar nu ik hem eenmaal heb gevonden, wil ik eigenlijk niet meer weg. Ik zou zo de hele week willen blijven.